Dikke rookwolken markeerden reeds op grote afstand de felle brand bij de Sikkens verffabrieken in Sassenheim. Direct na de ontdekking ervan, omstreeks 8 uur in de morgen, werd groot alarm gegeven. Want het vuur ontstond in de uiterst brandbare celluloseafdeling. De brandweerlieden van de bedrijfsbrandweer en assisterende korpsen uit onder andere Den Haag, Leiden en van de vliegbasis Valkenburg kregen melk om mogelijk schadelijke gevolgen van de giftige dampen tegen te gaan. Zij slaagden er na enkele uren in het vuur te beperken tot de expeditie en enkele magazijnen. Per minuut werd 30.000 liter water op de vlammen gespoten, wat aanvankelijk nog wel enige problemen met zich meebracht, omdat het waterpeil in de Rijnlandboezem niet toereikend bleek. Maar nadat enige dammen waren doorgestoken, kon het buswerk met onverminderde kracht worden voortgezet. Terwijl het erop leek alsof de hele fabriek verloren zou gaan, bracht een gedeelte van het personeel de niet aangetaste voorraden in veiligheid. Een werk dat ook de volgende dag werd voortgezet. Toen bleek dat de schade weliswaar belangrijk was, maar dat de werkgelegenheid voor de 800 werknemers niet in gevaar kwam. Want door de inspanning van de brandweer en door een gunstige draaiing van de wind bleef het grootste deel van het fabriekscomplex gespaard.